Want nu zou ik wel eens een demonstratie willen geven van een manier van vooral raankoepotjes te maken. Hè. Je ziet dat, raankoepotjes van zwaar witte klei. En dat is een methode die ik gezien heb van Steven Branfman. Steven Branfman is een Amerikaanse keramist. Steven Branfman geschreven. Hè. Moet maar een keer opzoeken. Hij maakt fantastische, mooie dingen. Is ook een hele toffe man. We hebben ooit een keer een stage georganiseerd voor hem in Sint-Niklaas. En dan heeft hij die dingen komen demonstreren. Dat was eigenlijk wel heel tof. Ja. En dit is eentje van Steven Branfman. En ik heb er ook zelf eentje gemaakt. Voilà. Je ziet. Heel leuk om te maken. Dus, wat ga ik nu doen? Ik heb hier klei liggen. Ik ga een pot draaien. Maar ik ga eerst een cilinder draaien. En met die cilinder, daar ga ik iets mee doen. En die ga ik dan naar buiten draaien. Ja, okay. Ik zal eerst maar al beginnen met een pot te draaien. Voilà. Die klei is natuurlijk al gekneed. Ja. Een spons. Voilà. Een beetje nat maken. Oké. Okay. We gaan die pot, die bol klei in het midden, goed vastzetten. En voilà, ik ben linkshandig, dus ik zet dat potje neer, dat is wat gemakkelijker. En dan ga ik met droge handen, min of meer droge handen, ga ik eerst die bol in het midden kloppen op een kegel. Want, ja, dit is nu nog misschien maar 2,5 kilo, misschien 3 kilo maximum. Nu, als je met 5 kilo gaat draaien, met meer klei gaat draaien, en je hebt geen bepaalde technieken om die klei te centreren, dan ga je heel snel beginnen ontstekingen krijgen in je elleboog, in je handen, in je schouder. Dus als je nog lang wil potjes draaien, zorg er dan voor dat je dat doet op een verstandige manier. En zorg ervoor dat je je spieren en je gewrichten, dat je die niet te veel belast. Ja? Je ziet dat ik hier voldoende water neem, want dat moet wel glijden. Hè? Dat mag niet schuren. Okay. We gaan duwen. Ik duw naar beneden, dat die klei goed vast zit. Zo. Eerst nog een beetje minder snelheid. En dan wat meer. Kijk, nog een truc. Ik zet mijn elleboog in mijn lies. Ja, dan moet je wel gemakkelijk zitten. Je moet er dicht tegen zitten, tegen je schijf. Ook een handig stoeltje hebben. Hè. Niet te laag, niet te hoog, dat het gemakkelijk zit. Je moet dat wat aanvoelen en dat wat aanpassen. Ik zet mijn elleboog in mijn lies en ik ga zelfs met mijn heup ga kracht zetten. Hè. Dat is goed. Dan moet ik die kracht niet allemaal uit mijn, door mijn arm doen. Oké. Okay. En ik maak een kegel. Zo. Ja. Natuurlijk, hoe smaller dat wordt, hoe gemakkelijker dat je dat kunt centreren. Hè. Nog eenmaal optrekken. Voilà. Zo. Ja. En nu ga ik die naar beneden duwen, maar ik duw die niet zo naar beneden, maar gelijk een joystick. Ik weet niet of dat dan nog bestaat. Ik heb er ook nooit mee gespeeld, maar ik ken dat alleen maar van te zien. Dus ik ga dat naar voren buigen en naar beneden. Zo. En dan om te eindigen ga ik met mijn linkerhand naar omhoog en met mijn rechterhand houd ik dat tegen. En dan is die klei min of meer gecentreerd. Oké. Dan, ja, dat ken je natuurlijk wel, putje maken tot ongeveer een centimeter van de plaat. Hè. Je kunt dat meten met een naald, maar je kunt dat natuurlijk ook wel een beetje zien. Oké, dan optrekken, kijk, ik zet mijn hand er tegen, weer al mijn elleboog in mijn lies. En ik ga die massa naar omhoog duwen. En natuurlijk houd ik dat wel tegen met mijn
hand langs de binnenkant. Hè. Voilà. Je voelt dat, als dat begint te schuren, dan moet je natuurlijk water gebruiken. Voilà. Hè. Dat is al eerst een keer opgetrokken. Nu, bij beginnende pottendraaiers, dan is dat meestal hier zo'n zwembad. Hè. Dus je kunt natuurlijk ook dat wat eenvoudiger doen door een paar druppeltjes te laten druppelen tussen je hand en de wand. Kijk, en dat hand verdeelt dat water. En langs de binnenkant ga je dan gewoon een paar druppels op die vinger, zo. En je voelt dat glad staat. Dat is meer dan genoeg. Oké, en we gaan die wand nog een beetje optrekken. Zo. Er bestaan natuurlijk ook verschillende manieren om zo'n wand op te trekken. Nu, onze vriend Steven Branfman, die heeft ons dat wel geleerd. En eigenlijk ziet je dat ook altijd, als je kijkt naar YouTube, naar de filmpjes, hoe dat men zo'n grote wand, hoe dat men die optrekt. Dat is altijd hetzelfde. Dus, je binnenste hand zit hoger dan je buitenste hand. Ja? Ik ga met mijn binnenste hand duw ik de wand naar buiten, waardoor dat die dunner wordt. En met mijn buitenste hand duw ik die terug naar binnen en ik lift die op. Dus, zo. Ja? Goed, we gaan dat een keer demonstreren. Dus ik duw met mijn binnenste hand, in mijn geval mijn rechterhand, duw ik die wand naar buiten. En met mijn linkerhand duw ik die terug naar binnen. Zo. Voilà. Oké, we gaan dat nog één keer doen. Nog één keer optrekken. En je ziet dat die wand altijd maar hoger en hoger wordt. Voilà. Goed. Ik ga het hier een beetje smaller maken. Want straks ga ik dat toch ook van boven een beetje smaller maken. Even het overtollige water weghalen. Zo. Een beetje proper werken. Wat de klei die onderaan te veel is, die mag al weg. Dat is wel handig, zo'n voorwerp, zo'n ijzer. Ik denk dat het uit een verfwinkel komt. Gewoon om te krabben. Voilà. Goed. En nu gaan we er kleur op zetten. Ja. Misschien kan ik nog even... toch wel die wand een beetje strakker zetten. Zo. In dit geval met een kaart van het shoppingcentrum van het Waasland. Hè. Maar je kunt het ook gebruiken om inkopen te doen. Hè. Maar ik gebruik dat nu om mijn wand glad te zetten. Oké. Okay. Je ziet, ik gebruik dus vaak recuperatieklei. Hè. Want je ziet hier ook bovenaan dat daar zo een grijze streep in zit. Dat komt dus omdat er een beetje antracietklei in zit. Oké, ik ga eventjes mijn handen afspoelen, want nu ga ik een beetje properder moeten werken. Zo. Een keer afdrogen. En we gaan daar slip op zetten. Ik kan dat daar opzetten met... gewoon een keukenpenseel. Hè? Ja. Dus we gaan er een beetje groen op zetten. Zo, een keer omroeren. Ja, oké. Okay. We gaan onze draaischijf traag laten draaien. En we gaan er maar wat kleur op zetten. Zo. Dat is iets dat ik zelf bedacht heb, want onze vriend Steven Branfman, die doet dat pas achteraf, als hij al gebakken is.
Dan gaat hij beginnen smossen met die kleurtjes, wat natuurlijk ook wel leuk is. Dat was groen. Ik heb hier nog een sinterangobe. Voor de mensen die niet goed weten wat een sinterangobe is. Een sinterangobe, het woord zegt hetzelfde, dat is een angobe. En een angobe of een rubakslip, zoals dat groen hier, dat is dus iets dat wel doet hechten, maar niet doet glanzen. Nu, een sinterangobe, er zit al zoveel smeltmiddel in, dat die angobe wel bijna gaat beginnen glanzen. Dus dat is zoiets van satiné. Als je dat zelf wilt maken, dan neem je die formule van bladzijde 4. Nee, ben mis. Oké, stop. Dan neem je gewoon een transparante glazuur en je doet er 50% kaolin bij. Zo simpel is dat. Transparante glazuur, 50% kaolin en dan heb je een sinterangobe, omdat die kaolin maar smelt op hoge temperatuur en dus gaat alles wel hechten, maar niet beginnen glanzen. Ja. Dus ik heb hier een sinterangobe gemaakt met 15%, ik weet niet of je dat kunt zien, 15% zwart pigment, voilà. En we gaan dat daar ook eens bij zetten. Hè. Ja, oké. Dus we gaan maar wat wrijven. Dat hoeft niet overal. Hè. Je mag daar zelf je fantasie laten gebruiken. Hè. Je smeert er maar wat op. Hè. Oké. Je kan daar natuurlijk ook variaties van groen op zetten. Dat had ik ook kunnen doen. Dat zou ook wel mooi geweest zijn. Hè. Dus verschillende soorten groen. Van donker tot licht. En nu ga ik er nog een beetje geel op zetten, want ik denk dat dat geel dat wel mooi gaat zijn met dat groen en dat zwart. Ja, oké. Okay. Is wel een beetje aan de... Ja, is nogal vrij vloeibaar. En nog met een ander penseel. Ja, ik weet niet of dat men het goed gaat kunnen zien, want het is nogal lopend. Ja, dat geeft ook niet dat is leuk, hè, dat die kleurtjes door elkaar. Kijk, nu gaan al die kleuren door elkaar geraken. Dat is wel tof. Hè, zie je? Ja. Hoe meer dat je daar natuurlijk doet, hoe meer dat je die technieken kent. Hè. Maar het begint met een cilinder te maken. Hè. Ja. Ja, goed, we gaan dat even een beetje drogen, terwijl dat heel zachtjes draait. Want dan krijgen we natuurlijk ook wel wat meer barstjes als we dat straks gaan opendraaien. Hè? Ik zal het hier doen, kun je dat goed zien. Dus je zit op de laagste snelheid en niet altijd op dezelfde plaats, maar je gaat een beetje variëren. Je gaat stilletjes aan met die verfstripper. Daarom ook. Dus geen haardroger. Een haardroger, dat is niet warm genoeg. Wat blijft? De kleur wordt er eigenlijk ingepakt. Ja, dus die angobe die ik nu heb opgezet, die zal daar natuurlijk indrogen. En dan bij de eerste bak, bij de rubak, dan heb ik al kleur. En dan kan ik daar nog een keer, ik zal dat straks wel eens laten zien, dan kan ik daar nog eens diezelfde angobe opzetten of glazuren opzetten. En dan raku stoken. Hè. Dat hoeft natuurlijk niet raku te stoken. Je kunt dat ook gewoon anders stoken. Hè. Gewoon op steengoed of zo. Ja. Oké, goed. Soms vind ik hier en daar wel leuke dingen in een winkel. Hè. En dan kun je daar leuke dingen mee krassen. Kijk, ik ga daar een beetje figuurtjes in zetten. Zo. Dat wordt al leuk. En dan... eens kijken wat ik hier allemaal nog bij heb. Hier. Oh. Dit. Flying Tiger. Flying Tiger. Dat is een massagerolletje. Maar daar kun je leuke dingen mee doen. Ja. Oké. Okay.
Kijk, voilà. Ik heb al een andere tekening. Ik zou daar natuurlijk nog andere dingen kunnen inkammen. Misschien een kam. Erdoor gaan. Ja. Dat is, ik denk, ja, voor was dat? Ik weet niet wat ik dat ooit gekocht heb. Er was natuurlijk nog een stukje handvat aan, maar ik heb dat eraf gezaagd. Omdat ik dan tot hier kon geraken. Hè. En als je dat erin draait, dan krijg je dus zoiets. Dat is natuurlijk nog niet gekleurd. En als dat dan wel gekleurd is, dan zou dat zoiets kunnen worden. Voilà. Oké. Goed. Nu gaan we... ik ga eerst onderaan misschien nog een beetje strakker zetten. Zo. Nu, die klei, kijk, je ziet dat daar natuurlijk aangob in zit. Maar vermits dat dat toch op hoge temperatuur kan, ga ik dat ook in mijn recup klei doen. Hè. Dus ik hoef dat niet zomaar weg te gooien. Hè. Trouwens, in ons atelier wordt er niks weggegooid. Hè. Alle glazuur wordt gerecycleerd, alle klei wordt gerecycleerd en opnieuw gebruikt. Dat is heel leuk zelfs. Oké, nu ga ik dat naar buiten duwen. Ik ga dat hier van boven wel een beetje tegenhouden. Dat dat daar niet naar buiten komt, want dat wil ik nog versmallen. Ja? Dus ik ga met mijn linkerhand erin. Je ziet, met zo goed als droge handen. Hè. Voilà, om te bewijzen dat ze droog zijn, zal ik ze nog eens afkuisen. Oké, droge handen. En ik ga dit naar buiten duwen. Natuurlijk dat ik heel goed ga voelen met mijn vingertoppen hoe dat de kromming is van mijn wand langs de binnenkant. De buitenkant dat zal misschien nog een klein beetje worden afgedraaid. Hè? Want ja, van onder is dat natuurlijk nog redelijk dik. Hè? Ik moet dat ook wel doen. Want anders zou die wand gewoon in elkaar vallen. Nu, je ziet, ik hou dat met mijn linkerhand tegen, bovenaan. En met mijn rechterhand. Natuurlijk de rechtshandigen onder jullie, de meerderheid zeker, hè? Die zal dat uiteraard andersom doen. Hè? Ja. Maar het is wel eens leuk om ook een keer een linkshandige te zien draaien. Hè? Want die mensen die komen misschien te weinig aan hun trek en zo. Hè? En papa, die filmpjes. Ja. Nu, ik moet wel zeggen, toen ik in China was, die mannen die draaien daar ook wijzers in. Ja? Dus in het oosten wordt er heel veel wijzers in gedraaid. En hier doet men ja, een beetje tegendraads. Hè? Een beetje, ja, oké, okay, tegen wijzers. Voilà, kijk. Leuk. En ik heb al direct kleur. Ja. In dit geval zou ik zelfs, ik zal de hals nu nog een beetje versmallen, maar als ik dit laat drogen, en dan kan ik daar ook al direct een transparante glazuur op zetten, als ik nu niet ga raakoestoken. Maar ik wil hem bijvoorbeeld als voor een vaas, om bloemetjes in te zetten, dan zou je die kunnen drogen en als hij droog is, een transparante glazuur opzetten. Dat mag. Dus ik gebruik in het atelier bijna altijd die F105 van Colpaard of de GG202E. Hè. Soms geeft men de ene keer de nummer en dan de andere een nummer. En dat werkt. Dus dat mag, hier mag je dus met, als het droog is, direct transparante glazuur. Niet meer dan twee lagen, anders wordt dat te melkachtig. En je bakt dat zoals je wilt, 1250, 1240, 1230, is allemaal goed. Ja? Oké. Okay. Dat hoeft niet. Hè. Dus als je die transparante... Ik heb dat experiment al gedaan. Dus je hoeft niet eerst biscuit te bakken. Dat mag onmiddellijk, als hij droog is. Hè, want nu gaat dat niet zo goed hechten. Hè. Dat mag. Dat kan. Die glazuur kan er tegen. Het is ook maar een flinterdun laagje. Hè. Twee laagjes dat je erop zet. Maar natuurlijk, als je niet zeker bent, oké, okay, bak het dan. Maar dat is twee keer bakken. En twee keer koken kost twee keer geld. Ja. Oké, okay, we gaan dus dit een beetje smaller maken. Ik ga hier bovenaan een klein beetje water doen. Zodanig dat ik gemakkelijker die wand naar binnen kan duwen. Ja. Voilà. Dat is nog vrij dik, dus we gaan die een beetje dunner maken. Ja, dat is natuurlijk ook met verschillende methodes. Als je kijkt op YouTube, iedereen doet dat een beetje op zijn manier. Ik zal me eventjes verzetten dat je dat misschien beter kunt zien. He? Zo dus. Ik ga dus gewoon met één vinger duw ik die klei
en naar binnen. En die vinger die langs de binnenkant is, dat is mijn middenvinger. Die staat ook altijd een beetje hoger. Dus ik duw met die binnenste middenvinger die wand een beetje naar buiten. En met mijn wijsvinger van mijn linkerhand duw ik die terug wat naar binnen. Ja. Zo. Dit is natuurlijk, dat ken je wel, hè, dat is een zeemvelletje. Ja, dat heeft natuurlijk dezelfde kleur, of soms heeft dat dezelfde kleur als met een klei, en dan cursisten die laten in het water liggen. En dan komt hij in de recuperatieklei terecht. Dan zeg ik, allemaal mijn zeemvelletjes zijn weg. Ja. En als ik dan de klei recupereer, dan vind ik dat opnieuw. Dat is handig om dat hier een beetje rond te zetten. Zo. Met een zeemvel. Voilà. Oké. Goed. Ja, ik zal hem nog een beetje afkrabben onderaan en dan kan ik hem heel gemakkelijk eraf nemen. Hè. Dat is toch dik genoeg. Voilà, kijk eens aan. Een leuke pot. Oké. Ja. Ik ga die ergens op de grond zetten.